Hillary Clinton is niet de president geworden van Amerika. Is het jammer dat er geen vrouwelijke president is? Ja, ik had het eigenlijk wel willen zien. Ben ik blij dat zij het niet is? Ja, eigenlijk best wel. Ik heb hiervoor een video over Trump gemaakt, waarbij ik iets positiever was. Waarbij duidelijk mijn keuze van de twee daar naar voren komt. Niet omdat ik Trump support of zo, maar ik denk dat Hillary een slechtere kandidaat is. En het is best wel raar dat voor het eerst in de geschiedenis je zeg maar twee slechteriken hebt, om het zo maar te zeggen. Meestal was het Bush tegen Kerry of zo. Hè? Obama tegen McCain. Dat was duidelijk waar je voor zou kiezen. Kerry en Obama in dit geval. De Democraten. Maar in dit geval is eigenlijk de eerste keer in de geschiedenis dat ik openlijk zoiets heb van, ik hoop dat de Republikeinen winnen. Waarom? Er is een waas. En voor de mensen die nu heel boos worden, die zijn dus gepakt door de media. Dus blijf vooral even kijken voordat je heel boos een reactie gaat typen. Die zijn door de media gepakt. Die zijn echt gepakt. Donald Trump is namelijk neergezet als een chauvinistische varken wat vrouwen haat en Mexicanen het land uit wil schoppen. Is hij dat ook? Ja, eigenlijk wel. Maar dat is het ook. En daar is hij eerlijk en open over. En dat is iets wat je van de president van Amerika zou verwachten. Dat hij eerlijk is. Dat je in ieder geval weet wat je hebt. Hoe slecht het dan ook is. Als Hillary president zou geworden zijn, denk ik dat het een gesloten presidentschap was. Aan de buitenkant zie je die neppe lach. Dat. En aan de binnenkant is ze bezig met geld opsparen voor zichzelf. Iets wat je van Trump niet gaat verwachten, want die heeft al heel erg veel. Hillary inmiddels ook, dankzij de diefstal die ze gepleegd heeft samen met haar man Bill Clinton. Hillary Clinton hoort achter tralies. Je kan zeggen wat je wil, dat Trump de belasting nog niet opgave nog niet gedaan heeft. Nou ja, dan geef je hem een boete, je pakt hem zijn geld af, whatever. Je kan zeggen dat die vrouwenhaat, grab her by the pussy, seksueel intimiderend. Nee, dat was Bill Clinton niet, zeg. Dude, die heeft gewoon vrouwen verkracht, om maar even het zo te zeggen. Allemaal in de doofpot gestopt. Door Hillary Clinton, die wist dat. Nobody bats an eye. Maar bij Trump is het allemaal kut. Hillary zal niet het achterste van de tong laten zien. En dat vind ik heel gevaarlijk voor een president. Het vond het zo typerend gisteravond dat zij inderdaad geen toespraak heeft gehouden naar de 55 miljoen Amerikanen die op haar gestemd hebben. Boete niet. Kan zeggen wat je wil, maar ze was gewoon teleurgesteld, bla bla bla. Die doet het niet voor het Amerikaanse volk, die doet het voor zichzelf. En voor de Democratische Partij, en daar wil ik het even met jullie over hebben. Er zijn mensen op internet, ik ga je ook even noemen, Daryl Insenio, goede vriend van mij, die gaat het helemaal niet eens zijn met deze video's, maar daar zijn we vrienden voor om ook verschillende meningen te kunnen hebben. Die zal zeggen dat Hillary Clinton voor de black minority is. Letterlijk de Afro-Amerikaanse bevolking. Nee. De Democraten zijn al tientallen jaren bezig met een hele goede PR-campagne waar ook jij in getrapt bent en heel veel mensen in getrapt zijn, dat de Democraten zeg maar niet racistisch zijn. Dat de Democraten voor de black community is. Obama als freaking Afro-Amerikaanse president deels heeft amper wat gedaan. Amper wat gedaan. Het gemiddelde zwarte gezin, om gewoon de black families, om het te zeggen zoals ze in Amerika zeggen, dat is niet racistisch als je op die manier zegt, die hebben geen cent meer. Die wonen nog steeds in dezelfde sloppenwijken. Die worden nog steeds, kunnen ze geen, niet makkelijk een baan krijgen. En de witte man, om het zomaar te zeggen, wel. Dat is niet veranderd onder Obama. En is hij tegengewerkt door de lobby's, zeker. Maar je zou toch zeggen dat als je dan eindelijk een black president hebt, dat het zou moeten lukken. Nee, ik zal je vertellen waarom. Omdat de Democratische Partij helemaal niet voor de black community is. Nooit geweest ook. Absoluut nooit geweest. De Ku Klux Klan is opgezet door een democraat. Niet door een republikein. Het idee van de Zuidvlag, de republikeinse vlag, de Texas flag, wat staat voor racisme, wat geband is en dergelijke. Jongens, ik weet niet of je het weet. 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, toen Republikeinen en Democraten ook al bestonden, hebben de Republikeinen gezorgd voor het vrouwelijk stemrecht. En de Democraten die waren voor 90% tegen. Hetzelfde geldt voor segregation. Dat letterlijk de negers in Amerika, de niggers zoals ze zeggen, überhaupt niet meer zo genoemd worden. Dat die veiliger over straat kunnen zijn.
Het stoppen van lynchen. Het stoppen van... überhaupt dat ze stemrecht hadden. Het einde van de slavernij. Dat was niet de Democratische Partij, dat was de Republikeinse Partij. En de afgelopen verkiezingen is de Democratische Partij zo geweest. Wij zijn er voor iedereen. Wij zijn er ook voor de black community. En uiteindelijk doen ze er helemaal niks mee. Republikeinen zijn tenminste eerlijk. En die zeggen, wij zijn er voor iedereen. Helemaal niet specifiek voor jullie. Hoezo? Waarom zijn jullie zo speciaal? Ja, dan krijg je geen stem. Nee, dat klopt. Omdat de linkse media, voornamelijk 90% volgens mij, 80-90% Joods en links in Amerika, die zorgen er wel voor dat de Republikeinen nog steeds als de racisten neergezet worden. De gemiddelde Trump-stemmer is niet racistisch. Echt niet. Het is echt niet waar. En ik snap niet dat zoveel mensen zich elke keer laten foppen. Het is in feite de PvdA. Ze beloven van alles, maar ze doen het toch niet. Oftewel, wat kun je eruit concluderen? Ze menen het niet. Hillary Clinton wordt momenteel vervolgd. En als ze president was geweest, kon het weg, nu niet meer, door de FBI. Vanwege heel erg veel schandalen, vanwege geld jatten van de Amerikaanse bevolking. Maar ook die e-mails die verwijderd zijn. En daarover liegen. Keihard. Keihard erover liegen. Probeert Trump op één leugen te betrappen. Hij zegt domme dingen, maar wat hij zegt, dat meent hij. Ik denk dat de hele shitstorm wat je hebt, de memes die je hebt met van, oh, slechter als Brexit kon het niet, nu hebben we Trump, ah, Amerika, you have fucked yourself. Ik denk als we Hillary Clinton als president hebben gehad, dat we minimaal recht hadden op net zoveel scrupules. Net zoveel belachelijk maken. Want ik denk dat Amerika er nog slechter uit had gezien onder Hillary. Ik denk niet eens dat het een verbetering of een voortzetting was van Barack Obama. Ik denk dat het slechter was gegaan dan onder Barack Obama en eigenlijk de afgelopen 20 jaar in Amerika. Want Hillary Clinton zit daar niet voor de Amerikaanse bevolking. Hillary Clinton zit daar voor Hillary Clinton. En dat kon je ook zien omdat ze überhaupt niet de 55 miljoen mensen te woord wil staan die op haar gestemd hebben. Die haar anderhalf jaar lang, mensen hebben hun baan opgezegd om voor haar te kunnen flyeren. Dat meen ik oprecht, dat is echt gebeurd. En dat boeit er niet. Ze heeft verloren, nou ja, fuck it, laat dan maar. Ze is daar niet voor de Amerikaanse bevolking. Trump, misschien, weten we niet. Maar erger als Hillary gaat het niet worden. Ik ben blij dat die valse heks, want dat is het, met de leugens en de verschrikkelijk manipulatieve Democratische Partij niet gewonnen heeft. Meen ik oprecht. Barack Obama was een goede president. Niet de beste president, maar het was een prima president. Misschien wel een van de betere van de afgelopen tijd. Want daarvoor hadden we Bush. Daarvoor hadden we Clinton. En daarvoor hadden we de andere Bush. Pa. Ja, nee, dat is niet zo moeilijk om daar concurrentie tegen te voeren. Clinton die zat midden in het gouden tijdperk. Alles ging goed in Amerika. Natuurlijk heeft hij de economie kunnen boosten en dergelijke. Maar ook NAFTA. Ja, misschien gaat jullie wel wat te ver. Maar een hele, hele, hele slechte trade deal heeft hij gemaakt. Letterlijk, waardoor er in de jaren na Clinton honderden, duizenden Amerikaanse bedrijven failliet gingen, waar er honderdduizenden, miljoenen mensen zelfs op straat stonden, heeft Clinton gedaan. En daar heeft hij heel veel geld aan gekregen voor zijn Clinton Foundation. Wat in feite niks anders is dan een spaarpot die hij open kan trekken wanneer hij wil. Want het is een stichting en wordt niet gecontroleerd. Hillary Clinton, niet de president. Betekent dat ze de volgende keer gaat runnen? Nee. De stemmen gaan al over Michelle Obama. En dat lijkt mij een perfecte kandidaat om Trump te vervangen. Als Michelle Obama er staat, denk ik, hebben we een vrouw als president. Wederom een Afro-Amerikaan als president. Maar eerlijk gezegd moet dat helemaal niet uitmaken, want je moet kijken naar de kwaliteiten. En met die vrouw lijkt weinig mis. Een vrouw met ballen, een vrouw met ballen. Een vrouw met ballen, eentje met visie, misschien wel meer als haar man. Eerlijker volgens mij zelfs, want ook Obama die wist van de e-mails van Hillary en die heeft het weggewerkt omdat het uit zijn eigen partij kwam. Verschrikkelijk, echt waar. En ik denk dat misschien het Amerika is waar we over 4 jaar tegenaan moeten willen gaan kijken. En dat we deze 4 jaar gewoon maar gaan vergeten. Laten we met z'n allen beseffen dat Trump iets gedaan heeft wat bijna onmogelijk leek. Iemand buiten de gevestigde orde, buiten de bekende macht, die president is geworden. Het is ook maar presidentschap. Het is niet het einde van de wereld. Hij heeft niet letterlijk zijn vingers op de nukes. Zo werkt dat echt niet, geloof mij. En ik denk dat hij het gewoon mag gaan laten zien. Hij is nou helemaal gekozen. Laten we dat accepteren.
Net als ik geaccepteerd had als Hillary president was geworden, had ik ook gezegd, nou ja, het is maar zo, het is niet anders. Een grapje hier en daar, maar verder gaan. En ik denk dat hij nu, dat het tijd is om de verkiezingsgeweld aan de kant te zetten en nu gewoon normaal rustig te gaan doen. Dat zag je ook in zijn speech trouwens. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen voor Amerika. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat aflopen voor Nederland. Ik heb het in de Trump-video ook gezegd. Laat even weten wat jij ervan vond. Want ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie mening over dit alles. Dat mag je even achterlaten. Je mag zeggen wat je wil. Ook al heb je zoiets van, oh my god, David, je landverrader. Hoe kun je niet voor Hillary stemmen? Het is toch een vrouw? En op school zeiden ze toch echt, hoor, dat Donald Trump heel slecht is, hoor. Joh, jongens, verdiep je even in een aantal dingen. Echt waar. Nou, je kan je ook in Trump verdiepen. Want zoals ik al gezegd heb, die man is niet perfect. Die man is zelf sterker, behoorlijk ongeschikt als president. En toch is het de betere keuze. Dit was hem, jongens. Een like zou heel gewaardeerd worden. Abonneer op DDG is gratis, want morgen is gewoon weer lekker een gaming video. En prettige avond nog maar. Later.